Ja, Albert is ondertussen 88 geworden, hè? Pas op. Hè? Dus dat is toch ook al. Ik heb het onlangs gezien in Italië. Dat is ongelooflijk, vind ik persoonlijk. Hè? Ik heb beelden gezien. Vorig weekend waren ze in Italië, maar op die leeftijd, hè? Stel je voor. Je moet het toch maar doen. Dus dat is eigenlijk wel een goed teken. Eerlijk gezegd had ik gedacht dat het veel sneller gedaan zou zijn. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Albert, als je weet hoe dat die man geleefd heeft, hè? Twee pakjes sigaretten per dag, een fles whisky, en dan eten voor drie personen tegelijk, en dan nog altijd 88 jaar worden. Maar dus die relatie, ja, dus in vergelijking met zijn broer, hè, ik vertel dat heel graag, dat verhaal. Hè. Dus Boudewijn was een man die heel ascetisch leefde, weinig at, gezond leefde, is 62 geworden. Okay? Albert, twee pakjes sigaretten per dag, een fles whisky en eten voor drie personen tegelijk, ondertussen 88. Kijk, hè, dus zo zie je maar, hè, gezond leven is niet altijd de garantie om lang te leven.